Vol schone deernen. En het was een zeer langdurige gebeurtenis en ook een erg dorstigmakende gebeurtenis. Dus schenk onze roemers maar eens flink vol en wellicht van die heerlijke rinsewijn. Nou, kijk eens even wat ik hier heb. Regelrecht uit het Duitse Rijnland. Ja, gekoeld. En dat is een heel speciale wijn die ik extra heb meegebracht uit das Vaterland. Uit de wunderschöne Rijnland-omgeving. Die zult u eens flink proeven, mijn heren. Doen we. En, wat zeggen jullie? Heerlijk. Ja? Heerlijk. Goed, alles klaar. En de rekening gaat naar de stadssecretaris. Dus neem het ervan. Ja, dat bedoel je. Heren, helden mag ik u zeggen. Kom, zet u toch aan deze tafel. Mijn naam is Geertje Jansdochter. Mijn vader is scheepsbouwer. En het is dus ook een hele eer om kennis met u te maken. Zeer aangenaam, madame. Ik ben Frans Klaassen, kapitein van het schip de Haarlem op de vloot van de West-Indische Compagnie. En dit hier is mijn collega Albert Hendricks. En ik ben kapitein van de Rode Leeuw, onder leiding van luitenant-admiraal Piet Hein. Ja. We hebben de kinderen en zo wat iedereen er al over horen zingen, heren. Uw daden benen groot. Wanneer bent u hier aangekomen? Eens kijken, vandaag is het de 15e, dus waren we gisteren in Den Haag. Dan was het de 10e in de haven van Helvoetsluis. U was ook reeds in Den Haag, met Piet Hein zelf en de hele bemanning. Uiteraard, ja. Want admiraal Hein moest eerst en vooral verantwoording afleggen aan de Staten-Generaal op het Binnenhof. En hij kreeg alle lof. En toen meteen door naar het stadhouderlijk kwartier al daar. Frederik Hendrik was zeer verguld met het kapiteinsverslag. Dat zal zeker. Met alle extra inkomsten voor hem erbij. Hij zal immers recht hebben op zo'n 10% van de buit. De kassa wijft zich weer eens een nieuwe garderobe aankleden. Nou, ik ben anders geen Amalia. Dus krijg ik voor zeker geen 10%. Nou, en ik ook niet. Maar we mogen tevreden zijn met onze beloningen. Oh, deze reis heeft ons geen windeieren gelegd. Nou, in dat geval, heren, schenk ik u beiden nog een keer bij. Want op één been kan een mens niet lopen. Nee, dat klopt, babbe. Schenk hem maar vol, babbe. Maar zwaait niet zo met die kont van u. Mannen die maanden op zee hebben gezeten, maakt u er gek mee. Ja, daar zie jij zoiets. Ja. Tja, kom jij maar eens bij mij op schoot zitten. Wat denkt u dat ik ben? Voor schootplezier moet u hier achterom zijn. Ik ben een eervolle vrouw. Oh, neem mij niet kwalijk, madame. Maar ik had hier dan ook geen eervolle vrouwen verwacht, hè? Hé, hey, ik ben anders ook een eervolle dame. U had mijn vader kunnen zijn. Dat klopt. Wat zeg ik met mijn grootvader? Desnoods. Nou, zeg maar eerder overgrootvader, mijn vriend. Houd je manieren. Ja. We zijn weer tussen eervolle mensen, mijn vriend. Ja, nou, jij hebt gelijk. Jij hebt helemaal gelijk. En om te bewijzen dat ik een eervol persoon ben, een gratis rondje voor iedereen hier aanwezig. Voor een heildronk op Piet Hein. En alle eervolle dames. Nou mensen, wijn en bier voor ieder hier. Ja, doe maar. Heldgen, spring eens even bij. Doe eens even wat. Ja. Heren, dit is dus mijn zusje, Heldgen. Aangenaam, heren. Ik ben Heldgen en ik werk hier in de herberg van mijn oom. Ja, schrik je. Muziek is niet spelend wat, Willem. Ik betaal je nog niet voor niets. Ik heb je nog ingehuurd dat we hier vanavond samen gezamenlijk een feest zouden kunnen hebben. Scheiße van Ru, ik heb nog niks van jou gehoord. Ik dacht aan de vrolijke schoorsteenboven. Zit op de schoorsteenboven met wit licht bekleed bestoven. Zing nog dans op deze heer bij het rijden op en neer. Zing nog dans op deze heer bij het rijden op en neer. Wilt gij uw schoorsteen laten vegen?
wil eerst eens overleven. Gij het doel laat als u het voert. Houd u zo lang tot ver genoeg. Dat gij het doel laat als u het voert. Houd u zo lang tot ver genoeg. Maar vertel ons over uw reis en over uw verovering. Ah! Ja. Nou, wij vertrokken met de vloot van de West-Indische Compagnie om de jaarlijkse Spaanse zilvervloot met allemaal schatten aan boord van de Nieuwe Wereld, maar ook uit de Oost, om die te gaan onderscheppen. Als we die konden veroveren, schaden we niet alleen die vervloekte Spaanse papen, maar zouden we ook onze eigen beurs weer eens flink kunnen spekken. Ten koste dan van die Spaanse spekken. Ja. Begin september vorig jaar verschijnen er vol ten zuiden van Cuba, vlakbij de baai van Matanzas, zo'n 12 schepen van de nieuwe Spaanse vloot. En wij lagen daar al enige tijd te wachten, maar dachten dat we de boot gemist hadden. Snap je? De boot gemist! Toen wij aanvielen met onze vloot van 20 schepen en 11 jachten, waren wij met 4000 koppen bemand. Alle mannen kloek en vol vuur. Toen gaven we 9 schepen van die scheiters van de Spanjolen zich meteen over. En daarna veroverden we nog 2, zonder slag of stoot. En toen kwamen er nog 8 schepen, waarvan er 4 van die grote galjoenen waren. Die zagen ons en die vluchtten meteen de baai van Matanzas in. Maar die achterlijke halve zolen van de Spanjolen, die kenden die baai natuurlijk helemaal niet. Hè? Dus die liepen bijna meteen allemaal vast op een zandbank. En wat gingen die zotten toen doen? Nee, het is ongelooflijk. Ze zetten de bagage van de passagiers die zich bij zich hadden, die zetten ze zo overboord. Hup, het water in. Ja, want ballast verliezen is natuurlijk wel een hele slimme zet. Maar al dat zware zilver en al die zware kisten vol met edelstenen, ja, die zetten ze natuurlijk niet overboord, hè? Dat snap je. Maar het hielp ze dus ook geen ene zier. En wenden of richten met knollen, ja, dat lukte ook niet meer, want ze zaten zo vast als een huis op die zandbank. Nou, ik heb dus ook wel eens een edelsteen gezien. Ja, ja, maar dat was wel anders dan dit. Maar ik zie toch ook iets kunnen verzetten. Gaat u vooral verder. In het donker, in de nacht, voeren wij met een aantal sloepen naar de vastliggende schepen. En Piet Hein zat in de voorste sloep. Hein staat altijd vooraan in de gevechtslinies. Daarom houden we zo van die man. En toen gingen wij de buit overladen. Moeten jullie niet eerst... We gaan hem enteren. Ik wou zeggen. Enteren de schepen, klommen omhoog. En dan snel riep hij Hein, buena cuera. Wat betekent dat, kapitein? Buena cuera? Nee, je moet zeggen buena cuera. Dat zeg ik, buena cuera. Nee. Dat betekent goede oorlogsschoonheid. Dat er niemand gedood zou worden, maar dat iedereen levend op de kant gezet zou worden. En deed admiraal Hein dat vervolgens ook nog? Na alles wat de Spanjool hier ten lande heeft aangericht. Helaas wel, ja. Ja. Hij zette iedereen levend en wel op de wallenkant, gaf ze brood en kaas mee. Van onze rantsoenen, hè? Wel te verstaan. En tot overmaat wees hij ze ook nog eens een keertje de richting aan van de nederzetting Havana op Cuba. Nou, van mij hadden ze geen kwartier gekregen. Nee. Maar hoe lang dan, kapitein? Ja, Frans bedoelt. Frans bedoelt dat hij ze tot vissen voor wilde maken. Naar de paus in de hel wilde sturen. Oh, doodmaken! Ja! Oh, bent u toch een heerlijke held? Kapitein Frans, kijk, omdat u zo moedig bent. Gaat u vooral verder.
verder. U had de schepen veroverd. En dan? De buit. We gingen de buit overladen. 7 dagen heeft dat ons gekost. 7 dagen, oh, mensen. Hoe groot was die buit toch wel helemaal niet? Ja, nou groter dan je je kunt voorstellen, mevrouw. Overal is zilver. Edelstenen. Spaanse realen. Zijde. Maar ook Chinees porselein. En horens van de neushoorn. Horens van de neushoorn? Wat moet je daar nou weer mee? Nou, als je dat fijn maalt, het poeder dat je dan krijgt, als je dat neemt, dat helpt geweldig bij je. Van dat hem! Snap je? Nou, dat heeft hij toch helemaal niet nodig, kapitein? Ja. Zo'n neushoorn! Zo is het ook wel weer genoeg. Vertel over uw mannen, kapitein. Hoe is het met uw mannen? Geen verloren onderweg tijdens de gevechten? Tijdens de gevechten niet zozeer. Nee, gelukkig niet. Maar we hadden wel veel ellende onderweg. Met scheurbuik. Oké. Okay. Ja, willen de heren nog wat lekkers? Nou, daar zeg ik nee tegen, Babbe. Heidschen, meer wijn alsjeblieft. Schenken maar weer vol. Willem van Ru. Weer aan de bak, ja? Tijd te zingen. Meisje, als je mij gelooft, je oogjes draaien in je hoofd. Jij zult hikken, zuchten, slikken en van welles buiten smaak. Nooit zul je zat zijn van mijn smaak. Steden wordt u ingehaald met eer en met roem. Er kan nog honderden jaren over u gesproken worden. Ja, wat een verhaal! Ja, Piet Hein houdt van zijn mensen. Hij staat voor zijn mensen. Hoe groot of klein de beloning ook is. Het is een man van karakter. Zo zeg ik je. Zo klinkt hij. Waar gaat u nu heen? Ja, we gaan dan naar Haarlem. En dan door tot Amsterdam. Maar over de hele republiek worden grote feesten voorbereid. Nee. Blijven jullie niet hier dan? Bij mij! En in mijn ooms herberg! Ik bedoel, nergens zullen jullie het zo goed hebben als in de 3 haringen, kapiteins! Oh, en u, kapitein, mijn zusje, Huidgen. Ja, die zal u zeker aangenaam gezelschap zijn. Nou, Babbe, ik heb nog wel even tijd, maar ook daarna moet ik meteen door, hè? Nee, blijf bij mij. Blijf voorgoed bij mij. Een trouw met me. Dier van plezier, Malababbe is rond, Malababbe is rond. Een zoen op je mond, Malababbe, je lekt met Malababbe kom. Malababbe kom hier, lekker stuk Malemeid, lekker dier van plezier. Malababbe is rond, Malababbe is blond. Een zoen op je mond, Malababbe, je lekkere kont. Hey.